Mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag Minecraft Hard Mode Survival. En ik ben weer samen met... En we gaan gelijk beginnen. Tenminste, ik ga gelijk beginnen aan het bouwen van ons mooie boomhut. Tenminste, ik hoop dat hij mooi wordt. Ja, ik hoop het ook. Laten we het daarop bouwen. Ik denk het wel, maar... Ja, ik heb daar een lekker gevoel over. Alleen het decoreren gaat wat lastiger worden, denk ik. Dus in de vorm van echt een boomhut. Maar dat als we een beetje creatief zijn, dan moet dat wel goed komen, hoop ik. Zo te zien is aan de linkerkant ook nog jungle. Linkerkant? Ja, een beetje aan de linkerkant waar ik ben. Ik zie... Ja, inderdaad. Ik zie het. Ik weet... Ja. Er staat ook nog een stukje jungle. Ja, alleen daar ga ik mijn boom met niet aan verbinden. Nee, maak wel een normale brug. Echt hè? Ja, dat kan inderdaad ook nog. Oh, fuck. Even kijken, die moet even weg. Oh shit, doe ik nou? Heb ik nog leaves? Ja. Leaves, oh ja, we hebben jungle leaves nodig hè? Ja, we hebben verschillende. Kijken hoe we dit een beetje netjes gaan. Kijken waar de boom is. In principe recht vooruit dus. Oh ja, ik moest een nieuwe axe maken. Kijken hoe ik dit een beetje netjes ga decoreren. Ik heb wel heel veel oak leaves. Heb jij veel oak leaves? Ja, een beetje te veel. Dat kan hè? Ja, dat kan. Even kijken hoor. We kunnen nog iets hoger gaan. Of even denken. Oh shit. Ik heb logs nodig hier, want anders gaan die leaves weg. Echt van die jungle wood logs. Ja, oh. ik moet nog steeds een axe maken. Oh. Nou, ik kan wel even eentje maken. Graag. Ik zit even te kijken hoe ik... Misschien dat ik hier nog een soort van tussenstukje kan maken. Oh my god, die leaves die gaan echt heel snel weg nu. Ja, ik maak ook gelijk shears, zodat ik de dingen kan plukken. Ja. Oh, laat die dingen maar gewoon weg gaan. Ik pluk wel nieuwe. Ik ga even kijken, want ik wil hier misschien nog wel iets mee doen. Zo. Deze moet weg. Kijk hoor. En dan maak ik hier zo de grond van. Kijk, alsof het ervoor gemaakt is. En dan moet ik weer even wat dingen craften. Zo, ik heb nu al wat jungle leaves. Dat is mooi. Anderhalve stacks wel genoeg toch? Ja, maar ik heb ook logs nodig hè? Ja, die ben ik ook aan het hakken. Kijk top. Dit wordt dan een soort van tussenstuk. Alleen moet ik even kijken hoe ik dit precies wil gaan uitbouwen. Nee, dit gaat niet werken.
wil het een beetje echt in zo'n boomhut stemming hebben, maar tegelijk ook gewoon... Beneden heb ik de chest gezet met de logs en zo. Oké. Zo. Dit is redelijk te... Oh fuck, ik tiefde bijna naar beneden. Dat kun je beter niet doen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. Even kijken. Hoe ziet dit eruit? Ik wil dit stukje weg hebben. Wat is dit? Niet nodig blijkbaar. Het is een beetje een verwarrend gebouwtje, maar... Het is en blijft een tussenstukje. Zo. Ik denk dat het op zich wel chill gaat worden. Jawel. Het heeft geen reden om niet chill te worden. Echt hè? Die wil ik hier zo. Zo. Deze boomstuk halen we weg. Hoe ziet het vanaf beneden daaruit? Vanaf beneden ziet het er wel best wel nice uit, vind ik. Oké, mooi. Ik wil dit toch een beetje netter hebben. Dus, wat doe ik? Dit is wat minder. Ik heb eindelijk een jungle sapling. Oh, die had ik al hoor. Ik heb er al twee van. Ja, we hebben dan nog eentje nodig nu. Oké. Kunnen we een grote boom maken. Wil je even slapen voordat we verder gaan of niet? Ja, wacht even, kom maar aan. Ik vind dit alleen zo lelijk. Die. Ik denk dat dit wel voor nu... voldoende is om dit zo te laten. Zo, en dan komen hier leaves en zo en dan nice. Het ziet er erg raar uit. Ja. Oh! Oh my god. Gelukkig hadden we die bedden. Ja, mooi. What fuck? Oh my god. Dan ging mijn 15 levels XP. Nou, gelukkig stond de spawn point hier. Daar ben ik het blijste mee. Maar, staat hier een koe in de boom? Ja, kunnen we slapen of niet? Ja, kom slapen, snel. Ik moest even de zombie killen, anders kon ik niet slapen. Wow, ik zag die hele creeper ook niet. Maar kan gebeuren, niet getreurd. Even kijken, mijn scherp, mijn dingetje. En als het goed is, ben je toch niks kwijt? Nee. Tenminste, ik ben nu niks kwijt, nee. Nee, dat is mooi.
Alleen hier zo. Die nog hier. Die ik ga even kijken of ik iets kan vinden. Ja. Kijk, geen appel. Ik weet niet, ik vind vanaf de buitenkant niet chill eruit zien, man. Heel erg gezegd. Maar misschien dat het komt omdat het nu... Weet je, we moeten daar leaves aan toevoegen en zo, hè? Dus ik denk, ja, ik denk dat het dan op zich wel goed moet komen. Nu ziet het er zo... hoe heet dat? Zo kaal uit. Ja. Ja, daarom moeten we echt heel veel met leaves gaan werken straks. Nou ja, straks. Over een paar afleveringen. Maar ja, dat moet wel goed komen. En dan komt nu het lastige gedeelte, hè? Of juist niet, ik doe gewoon zo. En dan wil ik bovenop deze boom zo. Wil ik de brug gaan maken. Die. En dan komen we uiteindelijk hier zo. Dat is mooi. Kijk hoe ik dit ga fixen. Ja, ons boombed gaat nu wel lekker de goede kant op, gelukkig. Oh my god. Wat is er? Er zit een schaap in mijn bootje. Echt? Ja, en hij zit ook gewoon helemaal achterin, weet je. Wow. What the fuck? Hij is gewoon ingestapt. Lol. Zo. Wat we ook nou ook weer. Oh ja, stairs. En die wou ik hebben nog. En dan de stairs. Zo. Dit ziet er helemaal goed uit. Oh, hier is nog een naam. Ja, voor de kijkers die denken van wat de fuck zijn jullie nou weer aan het maken. Dit wordt een boomhut. En ik hoop dat hij er goed uit gaat zien. Vooral vanaf de buitenkant. Vanaf de buitenkant vind ik hem nog niet helemaal lekker eruit zien. Nee, maar dat komt nog. Daarom, want dat gaan we nog echt allemaal fixen met allemaal leaves en allemaal van die bullshit. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. Zo, en dan komen we hier. Oh fuck. Toen was mijn ex kapot. Oké, dus toen waren we hier zo. Even dit verhogingje maken. Zo. Of nee, dat doen we niet zo. Dat doen we op deze manier. Ik zit in het water, maar ik heb in de subtitles iets van een minecart. Van een wat? Een minecart. Oh? Ja. Hoe dan? Ik heb geen idee, er staat minecart rolls. What the fuck? En ik zit in het water. Dat is knap. Ja, hè? Tja. Misschien is daar wel een ravijn of zo. Ja, en ben het mineshaft. Ja, zou best kunnen. Indeed. Maar waar ben je? Kijk hier buiten. In het water. Ben je daar? Ja, ik zie jou. Kijk in het water. Ja, een schaap. En zie je dat? Waar? Wat is er? Die schaap. Ja. Ja, ik zie niet waar die op staat of zo. Oh, in een bootje. Oh. Oké, ja, dat zie ik niet.
Oh ja, nu zie ik het wel. Lol, what the fuck. Jullie zijn opeens getp'd. Lol. Oké. Ik vond het wel raar, maar ja. Kijk hoe ik dit een beetje netjes ga maken. Dit is fucked up. Dit wil ik niet. Kan je misschien gelijk even een X voor mij maken? En dan naar boven komen brengen? Ja, is goed. Thanks. Een X. Een stone X, neem ik aan. Hiervan wil ik later nog een soort van hangbrug gaan maken. Thanks. En ik weet niet. Maar dan moeten we moeten echt heel veel met leaves gaan doen. Ja. En we moeten ook gewoon logs neerzetten zodat soort leaves niet diegen. Ja, inderdaad. Ja, dat wordt het moeilijkste om die logs een beetje te gaan verbergen. Even kijken. Ik vind het erg lelijk eruit zien. Lelijk? Ja, dit gedeelte. Kijk, we kunnen deze boom hier en die kunnen we al gebruiken voor de enchanting room. Oh ja, inderdaad. Dat is wel een goed idee. En dat we die vanuit hier zo verder bouwen, deze kant. Ja. Oh, dat is echt ziek man. Goed idee. Ik ga er gelijk aan werken. Want ik heb 2 diamonds volgens mij. Ja. Dus we kunnen in principe een enchanting table maken. Ja. Maar ja, we hadden toch obsidian? Ja, we hebben 6 obsidian. Oh, dan kan je het nu toch gewoon maken, hè? Ja. Ga ik zeker doen. Ik wou dat zeggen, dat moet je echt doen. Oké, ik heb een enchanting table. Nice. Kan ik hem ook gelijk neerzetten? Ja, van mij wel. Het enige wat we dan nog moeten fixen is het leer en de boeken. Ja, klopt. Zet hem gewoon hier zo. Ik denk dat ja, ik heb nog een ding van je. Ik denk dat voor nu wel voldoende is als je hem gewoon hier zo zet. Dit is het midden. Ja, zet maar daar. Nice. En dan, kijk, kutzooi, die leaves die gaan weg. Hoe ziet dat eruit als ik het... Vind je dit chill eruit zien? Het ziet wel uniek uit. Oké. Okay. Je ziet bijna die obsidian niet, dat is wel nice. Ja. Nou, dit wordt onze enchantment room. Dit is de omtrek ervan. Dit wil ik wel even wat netter hebben dan. Kut. Of nee, dat is niet kut. Dat is goed. Zo. Kijk. En dit wordt dan zeg maar de zijkant. Oké. Dan ik ga even naar dat kleine zandeilandje daar. Ga ik even die zand fixen zodat ik glas kan maken. Is goed. Maar, voordat je dat doet. Blijf stilstaan. Wacht, kom, ga naar beneden. Wacht, kom. Want ik heb het nog niet helemaal gezien van op beneden nu. Wel een lange trap, dat wel, maar... Ja, maakt niet uit. Nice. We moeten het echt heel goed gaan decoreren. Dat is het enige wat een beetje het lastige is. Ja, maar het komt wel. Ja, laten we het hopen. Maar, in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Minecraft Hard Mode Survival. Ik was hier samen met...
Pure FMSO. En de volgende keer zullen wij sowieso ongetwijfeld gaan verder bouwen en zand halen. Want dat is wat ze nou wouden doen. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een reactie achter te laten van wat je tot nu toe bijvoorbeeld van onze bomenhut vindt. Besef wel even dat er nog heel veel aanpassingen gaan komen qua de decoratie ervan, leaves, weet ik het allemaal. Maar dat moet allemaal goed komen. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Alliance Games in Minecraft Hard Mode Survival. Later!